Je bent toch niet vergeten dat morgenavond die nieuwe accountant komt, hè? Oh, had ik dan maar het zuinige programma gaan instellen. Ja, het is heel belangrijk, hoor. We lopen minstens een half jaar achter. We hebben totaal geen financieel overzicht. Kijk, dat heb ik ook niet nodig. Ik heb mijn eigen systeem. Kijk, ik duw mijn pasje in de muur, ik typ mijn nummer in en dan bid ik dat er geld uitkomt. Tot nu toe werkt het prima. Wat is er dan? Omdat ik dat nooit doe. Dat ga ik ook eens een keer proberen als ik wat leuk zie in de PC Hoofdstraat. Ja, maar je bent het toch met me eens dat hij van Koningsbergen niet meer kon. Een goede accountant heeft geen kegel. Nou, hij was wel erg, hè? Erg? Als hij een half uur met je gepraat had, mocht je niet meer rijden. En deze nieuwe is beter? Ja, die is goed. Weet je zeker? Ja, er hingen twee diploma's aan de muur. Ik heb ze niet helemaal gelezen. Maar het waren geen Gelderse worstoorkondes. Maar zijn naam stond erop. Ja, Castor van Ede. Ja, ik vond het ook een beetje een rare naam. Nee, ik bedoel, die ken ik. Oh? Ja, er zijn er toch geen twee van. Hoe zag die eruit? Zoiets als ik. Zelfde leeftijd, zo'n beetje dezelfde lengte. Maar dan met bruine schoenen. Ja, maar nee, had hij zo'n klassiek profiel en mooi zwart haar, grote sterke handen. Zou kunnen. Waar ken je hem dan van? Oh, nee, iemand van vroeger. Van school? Nee, van de hockey. Zat jij op hockey? Nee, maar hij wel. We gingen altijd kijken met een stel vriendinnen. Heb je wat met hem gehad? Zou kunnen. Vind je het erg? Moet dat? Nee, stel niks voor, joh. Maar als je het vervelend vindt, dan zeg je wel maf. Nee, een goede account. Het is goud waard. Het zou me verbazen als je het toch weet. Maar, denk het wel. Nou, kom morgen, kunnen we het hem vragen? Ja, we hebben ook iets anders om over te praten dan die saaie bonnetjes. Hè? Heb je het een beetje voorbereid? Ja, ik heb het al die tijd keurig bijgehouden. Dit is zakelijk, dit is privé. Waar blijft Fred nou toch? Het is pas 10 over. Wat heeft hij verder te doen? Hij kan toch wel op tijd komen? Vorige week was hij ook te laat. Nou ja, toen was er een drinkjoghurtdemonstratie in het bejaardentehuis. Alles is opgebroken bij het Anne Frankhuis. Dat loopt moeilijk, joh. Ze zijn bezig met de riolering. Dat rook ik al Pleestraten terug, weet je dat? Maar ik dacht dat je kroketten stond te bakken. Ga het nou maar zitten, want je zal het nog eventjes met mij moeten doen. Ja, daar is hij. Hij staat zijn schoen af te vegen. Wat een rotbende, zeg. Ja. Dat geen doorkomen aan. Overal stenen en zand uit de straat. Zeker weer rellen, omdat ze ergens een huis ontruimen. Nee, het is bij Anne Frank. Oh, sorry. Dan heb ik niks gezegd. Ze zijn bezig met de riolering. Oh, beter laat dan nooit. Zullen wij het over iets anders hebben? Ja, komt Wouter nog? Nee, die moest vandaag weer naar het ziekenhuis. Wat heeft hij nou weer? Ja, hij moest naar de uroloog. Of was het nou de neuroloog? Wacht even, wat is het verschil eigenlijk? Als je moeite hebt met plassen, dan moet je naar de uroloog. En heb je moeite... Als je geen moeite hebt met plassen, maar je doet het in de linnenkast... dan moet je naar de neuroloog. Ja, ja. Zullen wij het over iets anders hebben? Nou, eerlijk gezegd ben ik een beetje door mijn gesprekstof heen. Nee, er zijn genoeg dingen om te bespreken. Zeg, het mag ook iets persoonlijks zijn. Dat doe ik al 8 jaar. En ik zit nog steeds in hetzelfde rottafeltje tegen dat gezicht aan te kijken. En net was het nog de hele tijd. Waar blijft hij nou? Waar blijft hij nou? Ja, kijk, ergens naar verlangen is altijd het leukst. Excuse me. Hello. Hi, I'm here for the Anne Frank House and it just takes forever to get in. Can I use your bathroom? Ja, tuurlijk. Ja? Yeah? Sure. Ja, okay. Yeah, you know, it's over there. Oh, okay, cool. Yeah. Guys, it's cool. Come on in. Yeah. Hallo. Howdy. Hi, welcome in Amsterdam. On my right hand, you see a very peculiar man. There's an overblijfsel, and rest over from the middle aisles. With the spade, ze doet.
het overlaten, hoor. Anders heeft hij niks te doen. Heb je nou speciaal voor hem omgekleed? Nee, niet voor hem, voor de bonnetjes? Nee, voor de situatie. Dat er een ex-vriendje van je langskomt. Dat vond je toch niet erg? Je hebt er ook voordeel van, hoor. Oh, gelukkig. Waarom dan? Nou, als hij nou denkt, goh, die had ik niet moeten laten lopen... dan heeft hij ook meer respect voor jou. Doe toch nog maar een knoopje dicht. Ben je nou jaloers? Dat was toch niet nodig? Nou, het is 5 maanden aangeweest. Kan je een hoop in doen, hoor. Maar dat deed jij toch niet? Jij was toch een keurig meisje? Oh ja, dat is waar. Dat heb ik van je moeder, hoor. Ja, dat is waar. Wat? Hé, Erik, het is echt waar. Ik was een stomme trut. Ik wist van niks, joh. Jij bent en je blijft voor mij de enige. Zou je hem hebben? Hé, hey, Castor. Lang niet gezien. Kennen we elkaar? Ik jou wel. Wie bent u dan? Mijn kat, uit Bussum. Van de hockey. Ik wist het wel, hoor. Erik heeft mij vanochtend gebeld. Ik moest even wat weten over de BTW. Kom verder, kom verder. Wat is dit? Het favoriete hulpstuk van iedere accountant. De papierenversnipperaar. Koffie? Graag. Anti-roos shampoo. Ik dacht het niet. Moet je de melk in? Nee, dat is heel slecht voor het mechaniek. Zag, lang geleden, hè? Nou, zeg. Veel gebeurd. Nou, vertel. Ik ben inmiddels getrouwd. Ik ook. En weer gescheiden. Ik niet. Nee, we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt. We liggen er ook helemaal uit bij de kennissenkring. Die hebben elke keer wat nieuws, maar wij komen steeds met dezelfde oude koppen. Wie heeft het bij ons eigenlijk uitgemaakt? Jij of ik? Nou, jij. Nee, jij. Oh, jij? Ik was het in elk geval niet. Het was naar de Ardennen. Ja, daar kan het niet aan gelegen hebben. Nee. Zullen we de bonnetjes even pakken? Zeg, Erik. Dag, heer. Epa. Heb je alles gevonden? Ik heb alleen maar rekeningen van het café. Nou, ik denk niet dat dat aftrekbaar is. Ja, maar als ik nou Fred een borreltje aanbied... dan is dat toch een schenking voor een goed doel. Want als ik het niet doe, nou ja, dan is hij niet te harde, dan man. Laat u zich geen zorgen, meneer Bovenkerk. Bij mij gaan dit jaar alle bejaarden erop vooruit. Dat is een goeie, die moet je houden. Ik ga naar het café. Ik ga de winst opdrinken. Dag, meneer. Nou, waar zullen we beginnen? Zakelijk of privé? Nou, zakelijk. Oké. Okay. Nee, maakt niet uit. Wat jij wil. Nee. Begin maar met privé. Oké. Okay. Oké. Wat was er nou zo leuk aan de Ardennen? Heel goed, hè? Ja, ik heb alle vertrouwen. Leuke man ook, hè? Ja. Je vindt het al niet erg dat ik hem volgende week heb uitgenodigd? Nee. Ja, het leek me wel leuk om een keertje bij te praten zonder die papierversnipperaar erbij. Ja, tuurlijk. Ja, we hadden het ook een keer kunnen doen op een dag dat je wel thuis bent. Maar... ja, al die verhalen van vroeger, wat moet je ermee? Niks. Nee, dat is van jullie. Daar heb ik geen moer mee te maken. Interesseert me ook niet. Het gaat niet over mij. Maar vertel me toch maar even wat er gebeurd is in de Ardennen. Dan hoef ik daar niet van te dromen. Niks. Je bent er toch wel geweest? Ja, een lang weekend. Met z'n tweeën? Ja, nou, ik was 16, we waren met een heel groepje. Van de hockey. En toen? Toen niks. Ja, maar niks. Iedereen zijn eigen bed of met de slaapzak aan elkaar geritst en... Wat wil je nou eigenlijk weten? Wat jullie hebben gedaan. Of jullie met elkaar gevreden hebben. Gevreeën? Ja. Jij zegt nooit gevreeën. Ja, maar... nu wel. Waarom? Omdat ik het wil weten. Nou, we hebben gezoend. Maar niet gevreeën.
Nee, nee, niet wat jij daarmee bedoelt, nee. Maar hij kon heel goed zoenen, hoor. Ik had er meer dan genoeg aan. Nou ja, bedankt. Dat wou ik alleen even weten. God, Erik, het was mijn eerste vriendje. Ik was 16. Ik was hartstikke verliefd. Ik durfde niks te doen. Half zoenen? Wel, nee. Dat deed hij. Ik hing maar zo'n beetje slap tegen zo'n Ardens boerenmuurtje aan. Schat, je weet hoe goed dat gaat de eerste keer. Dat hakt er nog in. Dat vergeet je toch je leven lang niet meer. Dat ken je toch zeker ook, met je eerste keer? Ja, maar dat is voor een man toch anders. Zie je, weet je eerste vriendinnetje toch nog wel? Ja, dat was Iris. Of Desiree. Ja, ik was verliefd op Iris. Daar heb ik ook mee staan zoenen op een schoolfeestje. Maar toen bleek de volgende dag dat het haar tweelingzus Desiree was. Ja, of dat zei ze, omdat ze van me af wou. Nou, wil je erover praten? Nee, dat was het. Oké, trusten. Trusten. Dus je zit er niet mee, hè, dat ik heb gezoend met Castor? Nee, ik was het al bijna vergeten. Hi. Oh, ben je hier bezig met de boekhouding? Ja, leek me makkelijker. Alles bij de hand. En Kat? Je zit er toch niet mee, hè, dat ik je vrouw een keer heb gezoend? Dat stelde niks voor. Heb je de melk in? Is hij lekker bezig, hè, met zijn grote, sterke handen? Je zit er toch niet mee, hè, dat ik je vrouw twee keer heb gezoend? Een gelukkig huwelijk? Ik dacht het niet. Ik zit er niet mee. Ik zit er niet mee. Voor wie van hazelnoot houdt en van de intense smaak van echte chocolade, is er nu ook Couture met heel veel hele hazelnoten. Dat is dubbel genieten. Couture, intens genieten van echte chocolade. Gisteren ging mijn wasmachine stuk. Er zit er niks anders op dan al die shirts maar op de hand te doen. Ook bij lagere temperaturen zet zich kalk af op onderdelen van de wasautomaat. Dus daarom raden wij aan altijd bij iedere was kalkoen te gebruiken. Deze anti-rimpelcreme geeft mij echt het gevoel dat ik er 5 jaar jonger uitzie. Maar hij werkt natuurlijk voor geen meter. De Kalkoen Xylifresh 100 is gezoet met 100% xylitol. En daarom is Xylifresh 100 100% bewezen effectief tegen gaatjes. Xylifresh 100, 100% waar. Panasonic GSM. Ontdek de kracht van licht. Ontdek de kracht van glans. Ontdek de nieuwste manier om je huid te laten stralen. Nieuw Revlon Skin Lights. BNBN. 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 BNBN.
We know what moves you. You're in the movement. Ik heb niet graag het gevoel dat ik iets belangrijks mis. Maar volgens mij ontbreekt er aan sommige gezichtscremes toch iets dat ik zoek. Zou er niet één crème zijn die alles heeft? Ja, Oil for Last Complete. Met effectieve vochtinbrengers, geavanceerde UV-bescherming... gecombineerd in een mineraal-vitamine-formule. Is het geen heerlijk gevoel wanneer iemand je alles geeft? Complete van Oil for Last. Wij bewijzen dat u er jonger uit kunt zien. Nieuw, Talgonie 3-in-1. Het enige vaatwastablet met zout en glanspoelbal ingebouwd. 3-in-1, voor briljante glans. Keer op keer, Talgonie 3-in-1. De enige met glanspoelbal en zout ingebouwd. Big American. Americans. Het leven kan zo lekker zijn. Straks probeert Mariska van Kolk de twee heren weer in toom te houden. Wie ben ik? Na het zonnetje in huis. Ah, thanks for visiting our beautiful Dutch toilet. Come again. Tell your friends all about us. You don't have to buy a drink, hoor. Dat kan je beter niet doen, Con. Wat? Nou, wat je net deed. Als je Engels spreekt, moet je nooit een zin eindigen met hoor. Waarom niet? Dan maak je eruit voor hoer. Ja. Nou, lekker net goed dan. Dat gaat toch al 3 dagen zo door? Volgens mij hangt daar een bord. Anne Frank, 10 gulden, gratis pizza aan de overkant. Nou, Connie. Ja, wat nou? Dat kan je toch niet zeggen? Die mensen komen over de hele wereld vandaan hier naartoe gereisd... om dat museum te zien. En dat doe je maar 1 keer in je leven. Zeg, bedankt, hè. Hé, u was gisteren hier ook? Ja, ik werk hier aan de overkant, aan het riool. Oh, waarom doe je het daar dan niet? Hij zit liever overdekt. Tot morgen. Ja, loop maar weer lekker weg, hè, zonder iets te bestellen. Heb je broodjes dan? Nou, voor jou ken ik wel wat in elkaar flansen, hoor. Wat wil je hebben dan? Broodje ei, broodje ham, tosti? En wat kost dat? 3,50 gulden per stuk. Ben ik blij dat ik een trommeltje bij me heb. Zo! Nou, ben ik het zat, hoor. Wat ga je doen? Ik ga het ook entree heffen. Nee, toch? Tony, dat kan toch niet? Nee, je hebt ook gelijk. Wat doe je nou? 2,50 voor een broekje. Dat is schandalig. Het zijn toeristen, hoor. Als die geen geld uitgeven, dan hebben ze geen leuke vakantie. En anders doen ze toch lekker bij een boom? Dan krijgen ze een bekeuring die veel hoger is. Nou ga je te ver, hè? Die mensen komen hier speciaal naartoe voor het achterhuis. En als ze dan hier niet binnen mogen komen, dat is discriminatie. Nee, hoor. Ik vraag iedereen evenveel. Ongeacht zijn of haar huidskleur. Ja, ja. En als het een oorlog was en er was een razzia... en die mensen hadden geen geld bij zich, zouden ze dan ook hier weigeren? Oh, omdat ik niet iedereen gratis laat pissen, ben ik opeens met terugwerkende kracht fout in de oorlog. Shh. Jij hebt het niet meegemaakt. Nee, nou gelukkig niet, want anders was ik net zo geworden als jij. Wat zit jij toch te zeuren? Hij is gewoon bang dat hij ook 2,50 moet betalen. Helemaal niet. Wat ik voel is oprechte verontwaardiging. En ik ga ervan uit dat wij hier gratis mogen. Oh nee hoor, daar begin ik helemaal niet aan. Nee, dat is pas discriminatie als ik de Nederlanders voortrekt. Meneer Bovenkerk, kan ik even iets vragen? Ja, ga zitten. Mijn collega gaat toch net naar het toilet. Nee. Daar ga ik niet. Op mijn kosten. Ja, jij, dan ga ik wel. Klopt het dat u elke maand 200 gulden krijgt van Erik? Ja, dat is mijn zakgeld. Ja, maar u krijgt ook elke maand een toelage van de gemeenschappelijke rekening. Ja. Nou, die 200 gulden, die komen van een speciale rekening... waar Erik verder niks mee doet. Die wil ik liever opheffen. Opheffen? Nou, voor de belasting maakt het niks uit als het van dezelfde rekening komt. Maar voor mij wel. Waarom dan? Omdat Kat er niks van af weet. Ah. En dat wil ik graag zo houden.
Ja, maar als we het straks met z'n drieën doornemen, komt ze er toch achter. Dan kunt u het niet een beetje creatief wegmoffelen? Jawel hoor, maar dat kunt u niet betalen van 200 gulden in de maand. Help je even? Mario, ik zat te denken over de boekhouding. Kan dat straks even? Nee, ik ben nou al bezig. Ik ook. Maar kun je die boekhouding niet veel liever zelf doen? Zo moeilijk is het toch niet? Anders help ik je erbij. Ik zal het meenemen in mijn overweging. Nee, het gaat... Het is toch, Masjok, het is toch raar dat iemand alles van je weet. Hoeveel je verdient, wat je uitgeeft, wat je eet. Op die bonnetjes van tegenwoordig staat alles wat je gekocht hebt, precies beschreven. Vroeger stond er gewoon een brood. Nu staat er waldkorn, knip, gesnu. Het gaat toch niemand iets aan wat ik allemaal in mijn mond stop? Bedankt, hè. Wat weet je nou helemaal van zo'n man? Dan weet je toch niks vanaf. Huh? Kun je hem vertrouwen? Het is een oude schoolvriend van Kat, dus het zal me goed zitten. Een oude schoolvriend? Had ze die dan? Het is haar eerste vriendje. Het is toch leuk dat ze die na al die jaren zomaar weer tegen het lijf loopt? Ja, morgenmiddag komt hij hier om een beetje oude herinneringen op te halen, een beetje bij te kletsen. Dat moet toch ook kunnen zonder dat ik erbij ben? Ik zal maar uitkijken, zeg jongens. Een mooie vrouw heb je nooit alleen. En Kat ook niet. Waar blijft mijn toetje? Nee, Piet. Als jij een nieuwe accountant neemt, die vindt dat ook. Dan ga je alsnog voor de bel. Ja. Misschien heb ik mazzel. Hoezo? Nou, is het net zo'n drankorgel als die ik had? Deze moet gewoon weg. Nee, maar dat zijn dingen, daar heb je geen controle over. Die moet je gewoon accepteren. Wat zit je dan raar te schuifelen? Ik doe niks. Als je naar de wc moet, ga er af en toe. Alsjeblieft, dan kan je wel missen. Nee, je gaat niet meer voor dat geld, zeg. Dat is absurd. En ik moet vaker dan een ander, dus ik word dubbel gepakt. Dubbel? Zeg maar gerust driedubbel. Dat is misbruik maken van de situatie. En ik doe hier niet aan mee. Ik zou je zeggen, ik red me wel. Wat ga je doen? Even een frisse neus halen. Waar gaat Fred nou weer naartoe? Die gaat even een frisse neus halen. Oh, nou, dan mag hij wel uitkijken met al die kuilen. Want voordat je het weet heb je een frisse neus vol zand. Nou, blijf staan bij de boom. Moet je even uitijgen? Ja, zoiets. Ja. Oh, haha! Kijk, politie! Ja, nou ziet hij het. Ha, je bent een deur. Dat wordt een dure grap. Niet gaan rennen, Fred. Ze zijn sneller dan jij. Wat gebeurt er nou allemaal? Nee, wacht even, laat maar. Het is leuk als dat gebeurt. Ze hebben hem al te pakken. Dag, Fred. Dag. Tot morgen. Hij heeft mazzel. Op het bureau mag hij voor niks. Hallo. Bent u nou al thuis? Ik was alleen over in het café. Oh, en toen dacht u, kom ik ga eens gezellig thuis zitten. Ja. Oh. Nou, doe maar op uw kamer. Mag ik er niet bij zijn? Nee, ik zet wel even een kopje thee voor u. Dan hoeft u niet meer te storen. Heeft u het al verteld? Wat? Goed zo. Wat bedoelt u? Waar heeft u het over? Kijk, dat moeten we hebben. Jij weet van niks. Jij weet van niks. Nee. U heeft geen idee. Nee, ik heb geen idee waar u het over hebt. Echt niet. Over die 200 gulden van Erik. Oh, maar ik ben hier nu voor de gezelligheid. Dat komt overmorgen wel als we alles doornemen. Dus u gaat mij gewoon aan de schandpaal nagelen? Voor die rottige 200 gulden waar ik niet om gevraagd heb. Die worden gewoon opgestuurd. Die maakt die over, Erik. En net nou graag gewend bent, neemt u het maar af. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Waar is in deze wereld de gerechtigheid? Je kunt toch een oude man niet het jam van zijn brood krabben? Want er komt een dag. Dan, ja, als ik de tijd heb, we hebben het er nog over. Waarover? Meneer Castro die heeft me uitgenodigd om zijn kantoortje.
Nou, kijk eens, een hele pot. Lekker, hè? Zo. Moet je heel lekker lang mee doen. Zo. Hé, ik heb nog oude schoolfoto's. En volgens mij sta jij erop. Ja? Ja, weet zeker. Ik weet alleen precies waar ze... Ik denk dat ik... In de oude koffer in de slaapkamer. Ik ga wel even kijken. Loop anders even mee. Oh, dat deed je. Dat deed je vroeger anders heel moeilijk over. Ja, nou, nog steeds, hoor. Erik, met je vader. Je moet onmiddellijk naar huis toe komen, onmiddellijk. Ze gaat valikant verkeerd hier. Oh, gelukkig dat je het weet. Nou, het is dat ik in de buurt moest zijn voor een klant, anders was ik echt niet gekomen. Maar... Wie dan? Wat? Welke klant? Dat doet er toch even niet toe. Nou, zijn ze weg. Ze zijn al een half uur in de slaapkamer. Lekker laten zitten. Die komen er echt wel een keer uit. Lekker even de krant, zeg. Ik zou die pet met kop en kont slingeren de deur uit. Ja, dat zou jij doen, maar ik ben alweer een generatie verder in de evolutie, hè. Een slappelijk beetje, slap alleen. Ik ga even gedag zeggen. Oh nee, sorry. Laat maar. Ben je thuis? Ja, daar kijk je van op, hè. We waren oude foto's aan het kijken. Ja, ik zag het. Hoe bed? Wie is er nou? Nee, niks. Ga je gang maar. Ik zit er niet mee. Maar ik zit er dus blijkbaar wel mee. Maar waarmee? We doen niks. We zitten oude foto's te kijken. Het gaat niet over nu. Het gaat over toen. Ik bedoel, ik weet wel dat het allemaal voor mijn tijd is. Maar ik kan gewoon niet tegen het idee. Welk idee? Ja, dat... Moet ik dat nou echt gaan zeggen? Wil je dat? Dat hij met zijn vingers aan mijn speelgoed heeft gezeten. Ben ik nou kinderachtig genoeg? Ik begrijp dat heel goed. Ik zou er ook moeite mee hebben als ik jou was. Nou, dan begrijp je ook dat ik een andere accountant moet nemen. Nou, Erik. Nee, ik dacht dat ik het tegen kan, maar ik kan het dus niet tegen. Sorry, ik bedoel, ik wil je ook niet meer zien. Ga alsjeblieft mijn huis uit. Stuur maar een rekening. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Zal ik even kijken? Nee, laat maar. Ik denk dat het beter is dat ik ga. Ga je... Ja. Sorry. Sorry. Wil je een glaasje water of iets? Nee, dank je. Laat me er maar uit, alsjeblieft. Nee, wacht nou even rustig. Ga even zitten tot de pijn is gezakt. Nou, nog mazzel dat er een tochtstrip tussen zat. Anders had hij nooit meer een rekenmachientje kunnen indrukken met die grote, sterke handen. Vond je het heel gênant? Dat jij hebt gedragen als een Neandertaler? Er komt iemand in de buurt van mijn vrouwtje, dus ik ram hem de grot uit. Ik was er wel weer eens een beetje aan toe. Rusten. Erik, ik hou alleen van jou. Dat weet ik toch. Slaapt hij? Heb ik je eindelijk voor mezelf? Oh, had ik je al verteld dat Piet elke maand 200 gulden krijgt van Erik?